Ik stond aan de grond genageld. Ja. De studiomeester, Werner de Sadeleer, die heeft mij vastgepakt en die heeft mij op het podium geduwd. Want als je ooit moest kunnen zien hoe ik op het podium kom, ik word echt geduwd. Je ziet dat. En dan moest ik, dat liedje nog eens zingen, want ja, we hebben een liedje voor het Songfestival. Oh, terwijl ik daar stond, was ik aan het sterven. Wij zijn Jasper en Jonathan van Songfestival.be en vandaag zijn wij weer op Eurovisite bij Misha Mara, die hallo. In 1979 met Hey Nana naar het Songfestival ging. Ja, hallo. Helemaal goed. Hallo, goeiedag. Ja, eerst en vooral alvast bedankt om voor ons tijd te willen vrijmaken, dat appreciëren wij enorm natuurlijk. Met veel plezier. We zijn hier op een heel mooie locatie ook, in een paardenstal. Ja, in een paardenstal, ja. Gerenoveerd natuurlijk. Ja. En dit is misschien toch maar bijvertellen. Ja, hè? We zitten hier in Kolonie. Kolonie 7 is eigenlijk het etablissement. En dat ligt aan de gevangenis van Merksplas. En dat is helemaal gerenoveerd. Daar is een bed and breakfast, daar is een gelachzaal, zullen we maar zeggen. En de paardenstal, en daar zitten we. Ja. Nou, de gevangenis gaan we hopelijk niet. Liefst niet, nee. Want ja, we zijn hier om te praten over het Songfestival. En ik moet zeggen, toen Jonathan mij vroeg, oh, we gaan toch ook Misha proberen, sterken voor een interview, dacht ik, goh, ja, misschien gaat Misha er toch misschien niet willen over praten, want ja, met dat festival, je hebt er wel het een en ander mee meegemaakt, hè. Ja, laat ons zeggen, de voorbereidingen van Eurovisie waren wel intens, zullen we het maar noemen. Maar ja, ik bedoel, dat was in 1979, dus dat is al heel lang geleden. Mm-hmm. En eigenlijk, als je dat allemaal verwerkt hebt na een tijdje, ja, dan heb je daar alleen maar mooie herinneringen aan. Gelukkig. Ja, absoluut. Absoluut, ja. Maar je hebt ook daarvoor enkele keren aan de voorronde meegedaan. Daarover willen we het ook hebben natuurlijk. Maar misschien heel kort daarvoor nog, het prille begin van jouw carrière? Wel, dat loopt eigenlijk allemaal een beetje gelijk met de eerste voorronde waar ik aan heb meegedaan. Canzonissima heette dat toen nog. En dat was in 1971. Dus dat was het Songfestival 1971 waar ik de voorrondes heb gedaan. En dat was toen een tweewekelijks televisieprogramma op de toenmalige BRT, waar ik geloof, we waren met twaalf artiesten gestart, waaronder Lily Castel, waaronder Kalinka, Nicole en Hugo, Anne Christie, Mary Porcelein, Ron Davis, die tijdens die uitzendingen overleden is. Joe Harris was daarbij. Waarschijnlijk vergeet ik nu nog een aantal mensen. Je weet er wel nog twee grote namen. Ja. Die eigenlijk nu nog altijd wel bekend zijn, ja, hè. Ja. Dus die hebben toen meegedaan. En ik was toen net 17 jaar geworden. Ik was dus het jongste. Ik was dus het kakelnestje van de hele bende. En ik werd ook zo bemoederd door iedereen. Ik moet zeggen, dat was een hele leuke tijd. En daar is toen mijn carrière gestart. Ik heb toen Tamboerke gemaakt in de eerste uitzending. En the rest is history. Ja, dat is waar. Inderdaad, uw grootste hit heeft u te danken eigenlijk aan die aan voorronde. Canzonissima, de voorronde voor het Songfestival. Maar u zegt zelf, ik was 17 jaar. Ja. Hoe kom je dan in zo'n preselectie terecht op zo'n jonge leeftijd? Wie heeft dat daarvoor gezorgd? Ja, mijn toenmalig management. Hè. Commandant van Herk, iedereen kende die toen. Dat was de manager van Mark Dex en Jules Cabas. En die had een aantal jaren daarvoor had die met Mark Dex in Canzonissima gezeten. Maar dat was toen het jaar, want het Songfestival is maar om de twee jaar voor Vlaanderen. En dat was toen een jaar dat er niet naar het Songfestival moest gegaan worden. Lilian Saint-Pierre heeft dat toen gewonnen. Ja. Maar Lilian Saint-Pierre heeft gewonnen het jaar dat er niet naar het Songfestival werd gegaan. Ja. Dus om de twee jaar. Ja. Hè, dus dat jaar. En dat was, ik denk, in 68 of zoiets dat Mark Dex daar was. Ik zat toen nog op de schoolbankje. Ik kende nog niks van de showbusiness. Ik zong een beetje in een bandje bij ons in de buurt. Maar ik was ontdekt, zullen we het maar noemen, door commandant van Herk. Die was komen kijken naar een optreden. Die had horen zeggen, daar is daar een zangeresje die dan niet slecht is. En hij was van plan om met een zangeres te beginnen. Dus hij had al Mark Dex, hij had al Jules Cabas, maar hij wilde ook een zangeres. Maar hij wilde geen gevestigde zangeres. Hij wilde echt vanaf het begin, vanaf nul beginnen. Ja, en toen was ik 15 jaar, toen hij is komen kijken. Dus de eerste twee jaar hebben wij plaatjes gemaakt.
heb ik het voorprogramma van Mark Dex altijd mogen zingen, wat fantastisch was. Ik heb daar heel veel geleerd. En zo ben ik bij een platenfirma terechtgekomen, want mijn manager was samen met Louis van Rijmenand, de toenmalige platenproducer. We hadden een samenwerking en zo kwam ik daarbij. En toen het Canzonissima weer op het programma kwam te staan, ging de baas, de programmadirecteur, dat was toen Lies Huilenbroek, die is toen beginnen praten met alle platenfirma's om te zien welk talent is er en wat kunnen we doen. En Van Rijmenand en Van Herk, commandant Van Herk, die hebben toen gezorgd dat ik mocht meedoen. Voilà. En zo ben ik daar. Ja, dus in feite eigenlijk, samen de start van je carrière is dat er dan eigenlijk bijgekomen. Ja. Dus en dat was dan al ineens de voorronde voor het Songfestival. Want u zegt dan in de eerste uitzending zong u al meteen Tamboerke. Ja. Mocht u dan zelf uw liedjes kiezen of werd dat voor u bepaald? Wel, dat was eigenlijk in samenspraak met mijn management. Hè. Ja, maar commandant Van Herk was een man die ook teksten maakte. Die heeft alle grote hits van Mark Dex geschreven en zo. En die had gezegd, ik was 17. En in die tijd was bijvoorbeeld de majorette en de fanfares en de harmonieën en zo. Dat was elk dorp had één of twee harmonies. En sommige hadden majoretten, anderen hadden een drumband. En ik ben ooit tamboer-major geweest. Ja, je bent het geweest. Ja. Dus hij zei, zegt hem, laat ons toch proberen, je bent jong. Laat ons toch proberen om daar een insteek te zoeken. En hij kwam af met die tekst en Rudy Witt heeft die muziek daarop geschreven. En ik moet zeggen, voor mij was dat een kinderliedje. Hè? Ik vond dat een kinderliedje, maar niet minder of niet meer dan een ander liedje. Hè? Ja, blijkbaar zat Vlaanderen te wachten op een tamboer-major. En de rest is eigenlijk allemaal gelukt. Hè? En toen was het wel zo dat de liedjes moesten 3 keer terugkomen. Dat wil zeggen, je deed het 1 keer. De jury zei dan ja of nee. En de mensen mochten gele briefkaarten sturen. Long time ago. En ik kreeg dan duizenden voorkeurstemmen van het publiek. Dus net zoals het toen geweest was met Mark Dex. Dat was precies hetzelfde. Blijkbaar wist mijn management toch wel hoe ze moesten inspelen op wat mensen wilden. Ze kenden het publiek blijkbaar toch wel goed. Dus U zei al, u werd een beetje bemoederd door de andere kandidaten. Hoe zou u dan die sfeer omschrijven achter die schermen? Zo was daar veel concurrentiestrijd bijvoorbeeld? Nee, vriendschappelijk. Heel vriendschappelijk, ja. Ik heb eigenlijk nooit iemand, misschien was ik nog te onschuldig, hè, dat kan, maar ik heb nooit gemerkt dat mensen mekaar beconcurreerden in de zin van, de deen of de deen. Nee, eigenlijk heb ik daar niks van gemerkt. Maar ik zeg het nog, dat kan ook aan mij liggen natuurlijk. Maar nee, ik denk het niet. En eigenlijk, als je nu kijkt, dat is nog altijd zo. Artiesten kunnen elkaar eigenlijk allemaal heel goed hebben. Ja. Het zijn meestal zo die die-hard fans die zo wel eens tegen elkaar... Maar de artiesten zelf, de ene heeft eens een succes en dan is de andere die een succes heeft. Ik bedoel, Wat ik mij ook nog afvraag, u was dan 17, u was door uw manager in Canzonissima terechtgekomen. Ja. Was u of was uw manager er toen ook echt al mee bezig van, ik wil naar het Songfestival? Of was het vooral, ik wil bekendheid in Vlaanderen? Ja, voor hem was het vooral de bekendheid. Maar ik heb wel gemerkt, want dat was dus maanden, want dat begon in november geloof ik, en dat liep zo tot maart of zoiets, liepen die uitzendingen. En ik moet wel zeggen dat er dan op een bepaald moment zo binnen ons clubje van platenfirma, de Van Rijmenand en Van Herk, dat er zo toch wel, omdat dat zo'n succes was. Elk liedje dat ik zong, dat kwam 3 keer terug en dat werd een succes. Dan had ik zo toch wel de indruk dat zij er toch wel wat in begonnen te geloven. Ja, dat het kon, ja. Maar mijn ouders zijn zeer nuchtere Vlaamse mensen. En die zeiden, je zei al waar dat je wilt zijn. Uw carrière is begonnen. Stel je voor dat je naar het Songfestival gaat en dat valt daar allemaal tegen, is het misschien afgelopen. Je moet daar niet op focussen. Wat we wilden, blij zijn wat er nu is. Blij zijn. En ik heb mij daar eigenlijk niet door laten meeslepen. Maar ik kon wel merken, zo, als ze zo eens een pint op hadden, die mannen onder elkaar, maar we zijn goed bezig en we hebben een kans en zo. En ik liet dat dan maar passeren. Ik liet dat maar passeren. Waarschijnlijk heb ik ook zo de belangrijkheid daarvan op dat moment ook niet echt ingeschat. Zo van, als je naar zo'n festival gaat, wat dat allemaal meebrengt, dat was voor mij toen op dat moment eigenlijk
Niet echt duidelijk. En waar bent u toen geëindigd met dat boerke uiteindelijk? Ja, ik zat met 3 liedjes in de finale. 3, amai. Ja. De meeste. Ik had 3 liedjes en ik heb dan de eerste mogen optreden, in het midden mogen optreden en voorlaatste. Want Nicole en Hugo met Goedemorgen Morgen, die mochten het laatste optreden. Ja. Dus er was duidelijk al wel, binnen de jury was er verwachting duidelijk al wel. Geschikt, ja. Maar dat weet ik zelfs niet eens. Het tweede laatste, tweede, derde, ik weet het eigenlijk niet. Dat zou soms maken ze dat ook niet bekend. Soms ja, ik denk wel dat bekend is geworden, maar ik kan me dat... De man was tweede geëindigd, dacht ik. Want het was ook het systeem, juryleden hadden elk maar 1 stem, dus er waren heel veel liedjes zonder punten geëindigd. En ik denk dat die van u daar ook bij waren, eerlijk gezegd. Zonder punten? Ja, maar er maar 15 punten werden verdeeld in totaal. Ik zou dat eens moeten navragen, maar ik zou niet weten waar dat ik dat moet gaan zoeken. Er is een filmpje, ja, op songfestival.be vindt u alle vooronderresultaten. Ja, echt? Ja, op onze website staat er allemaal wel in. Ja. Maar filmpjes niet, hè? Maar nee, wel alleen. Niet. Kijk, voilà, dan moeten de mensen naar songfestival.be gaan. Ja, als ze dat willen weten. Dat is hè. Waar. Voilà. Maar uiteindelijk, ja, u had met een tamboer zo'n grote hit. Ja, dat en daarna, dan niet veel meer en daarna uit, ik ben 17, nog zo'n smash. En die ring, nog zo'n smash. En dan Ballabaloo, daar heb ik geloof ik, omdat dat dan niet meer kon terugkomen, want het was de laatste voorronde en dan was het ineens de finale. Dus, maar dat heb ik ook nog gezongen, ja, kijk, denk ik. Hè? Ja. Tamboerke, die ring. Ik ben 17, nee, Ballabaloo niet, want die was niet aantal, die hadden niet het aantal keren teruggekomen. En was u dan tevreden met Goedemorgen Morgen van Nicole en Hugo als winnaar? Mm-hmm. Jawel, hè, want wij waren ondertussen allemaal bevriend geraakt. Hè? Ja, ik wist dat iemand zou gaan. Dus ja. En uiteindelijk zijn ze niet eens geweest. Nee, dat was dan nog het drama. Ja, was nog het drama. Men heeft trouwens toen nog gepolst bij mijn platenfirma en mijn management om te zien of ik eventueel Nicole wilde vervangen. In plaats van Lily? Ja, nee, in plaats van Nicole. Maar, met maar Hugo. Is, met Hugo. Oh. Ja. Maar ik heb dat nooit geweten. Ik heb dat maar later gehoord. Ik heb dat nooit geweten, want mijn management had toen direct gezegd nee. Trouwens, ik denk, hadden ze dat aan Hugo voorgesteld, dat hij ook zou gezegd hebben nee. He, want uiteindelijk was hij met Nicole niet alleen een duo, maar ook een koppel. Dus ja, nee, die zou dat ook niet gedaan hebben. Maar ik wist dat niet. Dat is maar later, jaren later heb ik dat maar vernomen, dat men daarover gesproken heeft. En dan heeft men uiteindelijk gekozen voor 2 totaal andere. En had u dat willen doen? Stel dat die vraag rechtstreeks naar u was gestuurd, van wilt u Nicole vervangen? Eventueel met Jacques Cremon bijvoorbeeld, in plaats van Lily Castel? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik daar toen eigenlijk niet klaar voor was. Voor het Songfestival op je 17e. Allee, Nicole heeft het wel ooit gewonnen en daarna van in Ierland ja, ook. Ik kwam al heel jong. Ja. Daar kan ik eigenlijk geen fatsoenlijk antwoord op geven. Nee. Ja. Want dan, u was 17 en dan 4 jaar later, op uw 21ste, deed u opnieuw mee aan de preselectie. Het was dan Eurosong voor toen de allereerste keer. Toen heette het Eurosong, keer. Ja. Hoe was u daar dan opnieuw in terecht gekomen? Ja, dat was weer hetzelfde. Hè. Er werden weer door platenfirma's werden weer artiesten naar voren geschoven. De mensen van de BRT gingen bij managers, hè, gingen praten van hebben jullie artiesten? En we zouden graag die of die hebben, want we denken dat dat zou kunnen. En die zijn zo ook bij mij terechtgekomen. En ik wist wat dat het kon teweegbrengen. Hè. Dus ik heb volmondig ja gezegd en dan zijn we beginnen zoeken naar nummers. Want dat was altijd het belangrijkste. Ja, het liedje. Het Songfestival is een songfestival. Hè? Uh-huh. Iedereen vergeet dat altijd. Hè? Maar dat is dus echt wel de bedoeling, hè, van er een goed nummer te hebben. Hè? Ja. Nu, een groot verschil tussen dan die Canzonissima en een Eurosong was ook dat er in Eurosong 75 met publieksjuries werd gewerkt, die punten gaven, per provincie. Ja. Ik weet niet of u zich dat nog kan herinneren. Ja, want dan weet ik nog dat de deurwaarder van Limburg... Jan Kerkstoel. Ik herinner me dat nog. Ja. Die naam, omdat ik die dan later ook nog heb leren kennen. Dat was uiteindelijk dan familielid van mensen die ik dan later heb leren kennen. Jan Kerkstoel was de deurwaarder voor Limburg. Ja, dat is juist. Dat waren toen. Ja. Want we hebben oude artikels teruggevonden van die tijd uit de kranten. En daarin stond bijvoorbeeld dat die juryleden heel veel punten gaven aan de artiesten uit hun eigen provincie. Ja. Dus in één artikel staat letterlijk, Micha Mara kreeg van de Antwerpse jury 191 op 200. Is dat echt? Daar heb ik totaal geen idee van, ja. Maar dat is dus niet... Nee, dat is helemaal niet blijven hangen, nee. Ik weet zelfs, het is omdat jij het nu zegt, dat het nu terugkomt. Maar ja, dat is ook weer zo... Een passage in uw leven. Dus u was toen niet gebrand, ook toen niet om, ik moet dat hier winnen. Wel, het is te zeggen, ook daar weer, we hadden een paar goede liedjes.
een paar hele goede liedjes. En dan op het laatste moment heb ik voor de laatste voorrondes heb ik een liedje teruggetrokken en heb ik een nieuw liedje voorgesteld. En dat was het liedje Samen met de Pebbles. Ja. Het is over. Mm-hmm. Dus dat was ook weer zo. Ja. Liedje. Ja. Iedereen zei, wat doet hij nu? Ja. Die heeft toch al een liedje in de finale, waarom doet hij dat nu? En waarom weten we dat? Omdat wij dat zo'n sterk nummer vonden. Die Het is over is zo'n sterk nummer. Plus het feit dat de Pebbles wilden meedoen. Die wilde mee op de bühne staan. Dus hadden wij dat gewonnen, dan hadden die mee naar het Songfestival gegaan. Dus dat was zo de tijd van de groepen, hè, ABBA, Teach In, zo allemaal zo, weet wel, groepen op het podium. En dan zou ik de zangeres geweest zijn van die groep, bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Maar ja, dan hebben wij dat gedaan. En het is straf dat je op je 21ste dan zelf zegt zo van, goh nee, ik ga dat nummer insturen. Ja, ik had al een paar nummers in de finale. En toen heb ik gezegd, ah ja, nee. Ik heb er hier nog een beter. En dat mocht ook gewoon? En ja, ik heb dat dan gevraagd, van, hè, of dat mocht. En dat mocht. Ja. Ja, weet je. En wat blij dat u dat toen... Ja, zeker, want ik heb daar een levenslange vriendschap aan overgehouden van Fred Becky en Bob Balemans. Dus ik bedoel maar, ja, nee, dat was prima. Ja. Want dan, 75 was het jaar van Anne Christie, met Gelukkig Zijn. Gelukkig Zijn, ja. Was het toen ook al even duidelijk dat zij ging winnen, zoals met Nicole en Hugo? Wel, laat ons zeggen dat... zij heeft in principe, ze had nog iets te krijgen. Want veel criticasters vonden eigenlijk Dagvreemde Man een veel beter nummer dan wat er toen gekozen is. Ik ga dat niet meer zeggen wat het is, maar dat weten we wel. Mm-hmm. Die vonden dat een veel beter nummer. En ze vonden dat heel jammer dat Anne daar dus eigenlijk uit een boot is gevallen. Want dan, 2 jaar later, dan heb ik niet meegedaan, was de eerste keer Eurosong. En dan heeft Nicole en Hugo Baby Baby gebracht. En Anne Christie zat daar toen ook in. Ja. Dus hebben zij Baby Baby gekozen. Waarschijnlijk zullen ze het wel goed gevonden hebben. Maar ook een klein beetje als goedmakertje voor het feit dat Nicole en Hugo niet zijn kunnen gaan met Goedemorgen Morgen. Dat is kunnen, ja. Maar Anneke Christie zat daar ook weer in. Dus 2 jaar later hebben ze gezegd, nu is het een tijd voor Anneke. Als ze met een goed liedje komt, mag ze gaan. En Anneke gaat dan gelukkig zijn en Anne is dan gegaan. Allemaal politiek, hè, mannen? Ja, want het is een beetje toch jammer dat dan de hele show wordt opgezet misschien. Om... Ja, maar men gaat er niet van uit in eerste instantie dat men dat gaat doen. Maar nee, aldoende... Ja. Komt men van, ja, Anne heeft een goed nummer. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. En weten, ze moest nog. En eigenlijk zouden we toch wel. En het is toch een goede zangeres. En ze zou ons land goed kunnen vertegenwoordigen. Er speelt veel meer mee dan alleen maar het liedje. En dat is hetgeen dat ik net zeg. Ik zeg altijd, het is een songfestival. Mm-hmm. Maar heel vaak vergeet men dat. Niet alleen bij ons, maar ook in andere landen. Dan zoekt men naar een act. Of men zoekt naar iemand die daar al heel populair is. Misschien met een minder goed nummer. Maar ik ga niet zeggen dat Baby Baby niet goed was en ook niet dat gelukkig zijn. Ja, absoluut. Maar ik bedoel daar alleen maar mee dat zo op die moment, dat was dat zo het gevoel. Iedereen had dan zo in de showbusiness het gevoel van nu was de tijd voor Anneke. Nu, ik vind het, u zegt dan, hè, van Nicole en Hugo hadden nog iets te goed in 73, Anne Christie had nog iets te goed in 75. Ja. Had u dan nog iets te goed in 79? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, want ik ben eigenlijk een van de weinigen, samen met Louis Neefs, die geen voorrondes heeft moeten doen. Ja, klopt. Dus ik heb op een bepaald moment, kreeg ik van mijn platenfirma, je moet nu naar de BRT komen. Pas op, die waren aan het lobbyen. Hè. Ik moet dat een kat noemen, maar ons platenfirma en ons management was niet het enige dat aan het lobbyen was. Iedereen wist, er moet weer een liedje voor het Songfestival gekozen worden. Dus iedereen begint te lobbyen bij de directie, de mensen van de dienst ontspanning. Van, onze artiest, en gaat er weer een dingen komen, gaat er weer een wedstrijd komen, en mag onze artiest erbij, want we denken dat we iemand hebben die dat kan, en papapapapa. En op een bepaald moment kreeg ik telefoon van mijn platenfirma, die zei, je zou nu in de auto moeten springen en je moet naar de BRT komen. Naar de BRT komen. Ja, kom maar naar de BRT. Ik kom daartoe. Champagne stond daar klaar, alles stond er. Wij zouden graag hebben dat jij dit jaar, want dat was dan in november ook zo, oktober, november, volgend jaar voor ons naar het Songfestival gaat. Ja, ik viel echt serieus plat op mijn buik. Ik zeg, wauw, naar het Songfestival. Ja, en dan hebben ze mij uitgelegd, kijk, we gaan natuurlijk weer een reeks tv-programma's maken, maar nu gaat het niet meer iedereen zijn die een liedje zingt. We gaan liedjes zoeken, we gaan een wedstrijd uitschrijven, we gaan liedjes zoeken en jij gaat die allemaal zingen.
om de 2 weken een tv-programma. Je mag gasten uitnodigen, liefst mensen die ooit naar het Songfestival zijn geweest. En met groot orkest van Francis B. Dus eigenlijk, mannen, dat was een cadeau, hè? Hallo? Uh-huh. Omdat je wist wat dat kon teweegbrengen. En dan heeft de BRT dat openbaar gemaakt. En toen begon men al... Ja, huh? Er is er heel veel gezegd en geschreven daarover, ja. Ja, maar, moest u precies verantwoorden op ja, hoe kan dat nu? Ja, die zullen wel, dat zal wel gekocht zijn. En eerlijk waar, dat... hè, op al wat dat mij lief is, ik was net zo verwonderd als alle anderen. Ondanks het feit dat ik wist dat mijn platenfirma aan het lobbyen was. Maar wij waren niet de enigen, hè. Maar er is geen geldsom voor gegeven. Maar zeg, come on. Nee, ik denk dat ook niet, natuurlijk nee, natuurlijk nee. Trouwens, dat zou dan al lang geweten zijn. Dan moest dat zo geweest zijn. Dus ja... En toen, in eerste instantie... Dat is het ijs. En in eerste instantie was men zo nog niet achterdochtig, nee. Maar dan, ja, dan werd er een wedstrijd. Dan mochten mensen liedjes insturen. Hè? Ja. Iedereen die dacht van een goed liedje te hebben, mocht dat insturen. En mocht, eigen team ook liedjes? Maar wij mochten ook die mee beoordelen, ja, hè. Ja. Dus mijn management, mijn producer, mijn platenfirma, dan de mensen van de BRT. Er waren dan nog een paar, bijvoorbeeld Francis B. was daarbij. Er waren nog een paar mensen die... Selectiejury, ja, een selectiejury, hè. En dan weet ik nog, dat waren dozen vol met bandjes en kastetjes. En nu was er wel zo, bij de BRT was er al wel iemand die een klein beetje het kaf van het koren heeft gescheiden. Dat wil dus zeggen, als men dus hoorde, zo iemand met een farfisa die val stond en die daar een liedje... Dat heb ik allemaal niet gehoord. Allee, wij allemaal niet gehoord. Maar op een bepaald moment hadden we dan een selectie van zoveel liedjes. En dan moesten we zien of dat die mij paste. Want je kunt een prachtig nummer horen. En als ik dat zing, dan gezegd... Huh? Ja, ja. Daar blijft niks van over. Het moet in uw tessituur liggen, het moet in uw stijl liggen. Allee, ja. Om een lang verhaal kort te maken, er waren dus een heleboel liedjes. En we hebben daar dan, ik weet niet meer, 12 in eerste instantie, denk ik, hebben we gekozen. En hoeveel heeft u er moeten beluisteren om tot die 12 te komen? Oh, dat weet ik niet meer. 20, 30, 40? Meer. Ja. Dat is even niet vermoeiend. Dat was zo een sessie, dan gingen we naar de BRT en gingen we daar luisteren. En dan bleef dan. Een kassetje ingestoken, ja. en dan te zitten. Ja, en dan hoort je zo, dan zie je al aan de gezichten die er zitten van... En dan ja, na de helft van dat liedje, ja, want dat is dan toch altijd nog eens een herhaling en zo. Ja, en dan werd dat natuurlijk opzij gelegd. Tussen van niet, misschien en wel. En dan die misschien en wel, daar werd dan weer eens een keer op een andere keer naar geluisterd. Want ja, je kunt dat niet aan, hè. Een hele middag luisteren naar liedjes, dat gaat niet. Dus je moet dat dan fris opnieuw beluisteren. En er waren dan uiteindelijk wel een aantal nummers die goed waren. En dan, ja, dan was het zover. En dan ging het, de arrangementen werden gemaakt, de repetities begonnen, want dat was allemaal live met groot orkest. Maar weer een vraagje, zat Henana bij de misschien of de niet in die fase even? Dat weet ik niet meer. Ik weet dat niet meer. Ik heb dat eigenlijk nooit een geweldig nummer gevonden, maar ja, blijkbaar is dat daar toch doorgeslibberd. Want heeft u dan zelf uiteindelijk kunnen beslissen, deze 7 worden het? Nee. Ik had daar wel een zeggingschap in, maar het was niet mijn eigenlijke beslissing, nee. Maar welke, waren er dan bijvoorbeeld 4 nummers die u zei, oh ja, die wou ik graag brengen, of 5, ja, mijn 6. Dagboek vond ik goed. Ik vond hij daarna, ja, eigenlijk niks, maar ja... Comment ça va? Wat zat daar nu nog in? Nooit zal ik dit... Hoe heette dat nu weer? Kom maar, Jonathan, dat is kennis voor u. Ja, ik denk dat er een stuk of 6 nummers over waren. Er 6. 6, hè? Ja. En dan werd er een tv-programma gemaakt. Ik ben dan naar Engeland gegaan. Ik heb dan in Londen heb ik al die nummers met een choreograaf moeten instuderen. Dat allemaal klopte. In Londen, ja. Amai. En dan ben ik daar die choreografie gaan instuderen. Ik weet nog dat daar sneeuwde, nat was en sneeuwde en koud was, dat weet ik nog heel goed. Want ik moest zo een stuk lopen om naar die studio te komen waar dat was. En dat was altijd, dan kwam je daar toe en dan waren je schoenen helemaal naar de knoppen. In dat zout en in die sneeuw te lopen. Maar ja, en waarom moest dat in Londen? Was er in Vlaanderen? Ja, nee, omdat degene die dat, die choreografie deed, dat was degene die dus van Dream Express de choreografie deed. Ja. Die heeft zelfs nog een tijdje in Dream Express gezeten, toen naar Dream Express... nog met meer was dan alleen de meisjes. En Luc, die zijn met meer geweest. Oh, ja. En die jongen, die toen daar, dat was een Engelsman, de choreografie deed, die had dat weer links met de mensen van de BRT. En die vonden dat ik daar moest gaan. Mm-hmm.
Dus, zo, ik had dat allemaal niet zelf beslist. Hè. Dat werd gezegd, en dan ga jij naar Londen en dan ga jij dat daar leren. Voilà. En dan hebben wij dat zo gedaan. Dus dan hebben we daar die liedjes ingestudeerd, hè, hoe dat ik me moest bewegen en zo. Ja, dat viel me wel op dat u echt wel elke keer een mini-optreden gaf en bewegen over de schouder. Ja, en ja, dat was heel goed vond. Dat was allemaal zo door een choreograaf in elkaar gestoken, die dat ook uitschreef voor de regisseur. Ja, zodat die regisseur wist dat nu gaat ze kijken over de schouder, hè, bij manier van spreken. Ja, ja. Dus dat was allemaal heel professioneel begeleid. Ik kan alleen maar zeggen, het was fantastisch. Dus, het was niet allemaal kommerink wel, hè? Nee. Dit was echt wel heel leuk. Maar wel intens, denk ik, want dat is toch een raar concept. Zes nummers. Zes maar ook zes tv-shows, hè? Ja. Want ik zong daar ook nog andere liedjes, hè? Ah. Ik zong daar bijvoorbeeld Laat Me. En, die niet in de selectie zaten. Nee, gewoon losse nummers die je graag hoorde. En dan kwamen er gasten. En die zongen hun liedje en ik zong met die gast een liedje. Dat was elke keer een mini-show van mij. Hè? Dus dat was wel heel zwaar. Ja, u had echt gewoon uw eigen variété-programma. Ja. Ja, dat was wel wat overexposure. Gelijk als ze nu zeggen van Niels de Stadsbader. Overal was ik. Ik kan me voorstellen dat er sommige mensen die mij niet moesten dachten, oh, daar redden ze weer. Dat kan toch? Hoe populair was op dat moment in uw carrière of bij de fans? Dat weet ik niet. Ja, ik had heel veel optredens en er was heel veel... Het ging wel goed dan. Het ging heel goed, ja. Dus ik veronderstel dat er toch wel iemand mij graag zag. Dat denk ik ook wel. Dus, maar dan, en dan zijn wij begonnen aan die tv-uitzendingen, hè. En dan had men... Je overliep die stemming eigenlijk. Ja, maar daar was alleen het publiek dat stemde. In de zaal? Wacht even. Ja, in de zaal. In de zaal. Maar je moet weten, in 1978, had het Eurovisie Songfestival geen goede naam meer in België. Bijvoorbeeld Pierre Rapsat. Bijvoorbeeld Pierre Rapsat. Die heeft toen een heel... ik weet niet juist wat dat heb geprobeerd om dat allemaal te boycotten. Die is in 1976 naar het Songfestival geweest. Maar daarna is echt het Songfestival is verschrikkelijk. Toen was het Songfestival echt geen cadeau. Oh, ja. Okay. Want de pers was dat altijd aan het afbreken. En iedereen die er naartoe ging, dat was dit en dat. En dat is toch niet meer van de tijd. En dat is poppenkast en zo allemaal. Dat was toen, ik herinner mij dan nog heel goed, dat het Songfestival op zich... eigenlijk niet zo succesvol meer was. Ik zat dan in dat jaar in de voorstelling, alleen in het zoeken naar een nummer. En het publiek in de zaal, die moesten stemmen. Maar ja, wie is dat publiek? Ja. Mensen die willen komen, maar die komen dikwijls omdat er een liedje in zit van een bepaalde artiest. Hè? Die trommelt zijn fans op. Een componist. Hè? Ja, die zegt, mijn liedje zit daarin. Ja. Die trommelt iedereen op. Er zijn mensen geweest die met bussen kwamen. Met bussen kwamen die daartoe. En natuurlijk, die stemden voor hun liedje. Daardoor is hij daarna elke keer met de hakken over de sloot meegegaan naar de volgende ronde. Er viel elke week een nummer af. En er waren drie liedjes, geloof ik, in mijn dagboek. Comment ça va en Henana. Er waren drie liedjes in de finale. Maar dat betekende dus dat ik had daar geen hand in, hè? Ah, nee. Dus je zag dat gebeuren van, dat gaat mee. Ja, dat gaat mee. Maar Comment ça va had altijd de meerderheid van de stemmen. Het was dus duidelijk dat de mensen, net zoals ik en mijn management en zelfs de mensen van de BRT, het helemaal zagen zitten. Comment ça va is het nummer voor het Songfestival. Maar Charles Dumoulin, de schrijver, de componist, niet een tekstschrijver, want de teksten zijn allemaal van mijn toenmalige partner. Oké. Okay. Die zei, ik moet hier iets doen. Wat is die gaan doen? Omdat de finale was er een vakjury. Ja. Dus geen publiek meer, alleen een vakjury. Dus de mensen in de zaal hadden niks meer te zeggen. Alleen een vakjury. En wie steken ze daarin? Zaki, die totaal anti-songfestival is. Peter de Groot, die een haat het Eurovisie Songfestival. Allemaal mensen die dat dus echt anti-songfestival waren. En die werden verplicht, want dat zaten allemaal BRT-mensen toen, verplicht om in die jury te zitten. Dus... En hoe werd dat dan naar u gecommuniceerd? Van Misha, voor de finale gaan we het anders aanpakken? Ja, maar nee, dat was van bij het begin gezegd, hè. Ah, u weet. Maar ik heb mij nooit zorgen gemaakt. Ik dacht dat iedereen
goed was van hart en zag, ik was ook open en ik zeg, ja, voor mij is Comment ça va het nummer dat het dichtst bij mij ligt. Ik denk dat dat het sterkste nummer is om naar zo'n festival. Ik stak daar niet onder stoelen op banken. Humo kwam mij interviewen. En een van die journalisten die toen, dat was ook een tekstschrijver, Walter Eiltvelde, en die zei tegen mij, eigenlijk zegt hij, is dat toch een schande? Waarom zijn al die teksten van Guy, hè, mijn partner? Ik zeg, ja, omdat hij al heel zijn leven al mijn teksten schrijft. Ik zeg, wij hebben liedjes gekregen, melodieën, zonder teksten. En hij heeft op al die liedjes een tekst geschreven. Omdat hij al, toen waren wij 9 jaar samen, of 7 jaar samen, al 7 jaar al mijn teksten schrijft. Logisch. Ik zeg, de Walter Eiltveldes, jij, die zijn nog niet naar mij gekomen om te zeggen, Misha, ik heb een geweldige tekst voor u. Ik zeg, en nu zouden gullen ineens allemaal die teksten willen schrijven. Ik zeg, ik blijf bij mijn team. Ik zeg, de melodie is iets anders, want dat leveren wij niet zelf. En dat was natuurlijk, ik was te eerlijk geweest, dat heeft dan in de humo gestaan. En dan is heel die linkse pers daar opgesprongen. Oei. Want dat is uitgekocht en dat is allemaal gearrangeerd. En Walter was daar de spil van. Hij zelf heeft dat eigenlijk nooit zo gecommuniceerd. Alleen dat stuk dat hij geschreven had. Maar hij heeft... En bleek dan achteraf een goede vriend... Sorry. Een goede vriend van dingen. Van Charles Dumoulin. Dus, mannen... Voelen jullie het? Voelen jullie het? Ja. De suspense begint. Het is allemaal verbonden met elkaar. En dan heeft, op een bepaald moment, heeft Charles Dumoulin, ja, die heeft natuurlijk ook gevochten voor zijn liedje. Achteraf gezien heb ik dat wel begrepen, maar ik snapte niet. Ik ging naar het Songfestival. Ik moest het beste liedje hebben voor mij. En dan, op een bepaald moment, ja, is hij dan echt beginnen, Hij heeft dan gezegd, oh ja... Misha die zal wel op het laatste momentje zich terugtrekken. Ja, maar dat wist ik allemaal niet. Hè. Daar heeft de BRT, hij is daarvoor naar de BRT geweest. Hè, om gaan te zeggen, je gaat zien, die gaat daar staan en die gaat dan niet willen zingen, dat liedje. Scenario's had hij allemaal in zijn hoofd, want hij is niet goed bij zijn hoofd. En die ging dat daar allemaal vertellen. Maar daar wist ik allemaal niks van. Hè. Bleek achteraf ook weer, dat een van de backings... Die had mijn liedje, Nancy, die mijn liedje ingestudeerd. Die kende heel mijn choreografie. In geval dat ik niet zou willen zingen. Dan had zij naar voren gekomen en had zij... Wist je dat maar moment? Nee, wist ik niks van. Nee. Niks. Daar wist ik niks van. Want wij wisten... We hebben ook gelezen, maar wij gingen ervan uit dat u dat zelf wist. Nee, jongens, daar wist ik niks van. Dus dat is echt suspense tot en met. Ik wist daar niks van. Wat ik had gezegd op een bepaald moment bleek... Francis B. die zei, Misha, je mocht met dat liedje niet naar het Songfestival gaan, want dat is plagiaat. Francis B. Heenana. Hij zegt, dat is plagiaat. Dat was gekozen ondertussen. Hè. Wij zaten in zak en as. Ja, want dat wil ik er nog even hebben. Dat is gekozen. Maar dacht u tijdens de finale van Eurosong, goh, het zal toch wel Comment ça va worden? Of was u toen al overtuigd, het is te laat, het zal Heenana worden? Dat ze nee, gaan kiezen. Nee. Hoe heeft u die avond eigenlijk beleefd van die finale? Nog altijd naïef. Ja? Nog altijd denkende... Die mensen in de jury zullen wel het liedje kiezen dat het beste is voor mij. Wat ik ook het liefste zou hebben. Ja, ik ging ervan uit. Ik was zo naïef. Ik was zo'n stommigheid. Echt, ik was een stommigheid. Ik dacht echt dat de mensen mij graag zagen, die daar in de jury zaten, dat die alleen maar het beste wilden voor mij. Echt waar. Ja. En dan, die puntentelling is bezig. U ziet die punten voor ik wilde niet meer opgaan. Ja, wat denkt u dan? Ik wilde niet meer opgaan. Ik was zo... Ik stond... aan de grond genageld. Ja. De studiomeester, Werner de Sadeleer, die heeft mij vastgepakt en die heeft mij op podium geduwd. Want als je ooit moest kunnen zien hoe ik op podium kom, ik word echt geduwd. Je ziet dat... En dan moest ik dat liedje nog eens zingen, want we hebben een liedje voor het Songfestival. Oh, terwijl ik daar zo was, ik aan het sterven. Maar ik heb het gezongen. En dat lukte ook? Of? Ja, natuurlijk. Ja. Je gaat op automatische piloot. Ja, je gaat op automatische piloot. En ik weet nog, de show was gedaan. Dan was daar zo'n totale begrafenissfeer. Oh. Dan zijn Guy, Ikke en Fred Becky en een Bob. Bob Balemans, die hadden dat liedje geschreven. Samen met Guy had een tekst geschreven. Zijn wij weggegaan. Zijn wij naar een cafeke ergens onder de dingen... Het Atomium was zo'n cafeetje dat open was. Dan zijn wij naartoe gegaan. En daar hebben wij dan zo naar elkaar zitten kijken. Het weggedronken misschien? Nee, dat niet. Want ik drink niet. En toen ook niet. Maar zo van... Allee,
het is voorbij. Ja, het is voorbij. En dan kreeg mijn platenfirma van Francis B. een telefoontje om te zeggen, je mocht daar niet mee gaan, want dat is plagiaat. En dan zei mijn platenfirma, en kun je dat bewijzen? Ja, zegt hem, ik kan dat uitschrijven. Je hebt dat uitgeschreven. Zegt, kijk, dat is hetzelfde. Hij zegt, je moet daarmee naar de rechtbank stappen om dat te laten disqualificeren. En het is ook hetzelfde. Ja. Ik heb het niet gehoord. Dat was uit de BBC. Ja, de BBC. Ja, nee. Er was een liedje gemaakt voor het zoveeljarig bestaan. Auntie noemde dat. Auntie, tante. Voor de BBC die zoveel jaar bestond. En dat was een grote componist, ik geloof Hans van Hemert of zoiets, had dat geschreven. En dus die zei, ja, je gaat daarmee naartoe gaan, maar je gaat daar problemen krijgen. Dat gaat niet. Je moet dat aanvechten. En u dacht, hoe is... Ik wilde dat niet. Maar mijn platenfirma zei, ja, maar ja, wij investeren hier. Ja, maar nee, en ook wij investeren hier. En als dat straks, je staat daar, we kunnen al die platen terugtrekken, we moeten dat allemaal, misschien krijgen we wel een proces aan ons been. Echt, die waren in paniek, hè. Dan er met de BRT over gaan babbelen. Ja, die wilden dat natuurlijk niet weten, hè. Ja, wat was uw reactie? Ja, die waren daar niet mee akkoord dat we dat... dat we dat zouden disqualificeren, want de tweede was Comment ça va, dat was tweede geëindigd. Hè? Ja, ja, de mensen gaan zien dat dat waarschijnlijk doorgestoken kaart is en patati patata. Ah, zo? Ja, die wilden dat niet. Hè? Dus dan zei mijn plaatsvermiddel, dan gaan we naar de rechtbank in, kort geding. En die zei dan, ja, we kunnen dat niet uitspreken. Ja, was dat u moet... daarbij in die rechtbank? Nee, maar die advocaat die speelde dat dan voor op zijn blokfluit. In de rechtszaal? De Guy was daar. Hè. Die speelde daar voor in de rechtszaal. En dan, dat was een kort geding. Hè. Maar dan zeiden dingen, we moeten dat ten gronde kunnen nagaan. Ja, en daar was geen tijd voor. Hè. En dan heb ik gezegd, mannen, stop daarmee. Ik word daar gek van. Ondertussen werd ik week na week na week in de kranten. Dus zogeheten, hoe zeggen ze dat, kwaliteitskranten. Kwaliteitspers, werd ik afgemaakt van wat denkt hij wel, een dikke nek en voorpagina's. Ik heb zo'n stapel, ik heb ze nog altijd niet bekeken, van kranten. Wat dacht ik wel en dit en dat. We hebben ook veel van zulke artikels gevonden. Oh jongens toch, kunnen we dat geloven? Ik, onnozelheid, naïef meisje, die dacht dat iedereen het goed met mij had. Nu, wat ik mij ook afvraag, u zegt, u hebt een enkele namen van juryleden vermeld. Ja. Hebt u ooit tegen die mensen gezegd van, wat heb jij gedaan? Wat heb je bezield? Nee, want dat had geen zin, hè. Er is nooit iemand naar u gekomen, zakje op een optreden ooit? Hij heeft ooit wel eens gezegd, toen hij bij VTM al werkte, en zei, maar ja, jij hebt mij wel een kleedje aangepast dat niet klopte. En dan heb ik gezegd, laat ons daar niet meer over spreken. Ik zeg, dat is lang, lang, lang geleden. Nee. Maar die heeft toen zo wel blijkbaar... Maar, daar zijn beelden van, hè? Staan die ook online? Daar zijn beelden van, hè? Nee, daar zijn beelden van, hè? Dus, de jury wordt getoond, ja? En die moeten stemmen. Want die zitten dan in de zaal waar daar vroeger het publiek zat. Die moesten met die bakjes stemmen. En de bedoeling is dat zij punten geven in de zin van het beste nummer krijgt het meeste punten, het tweede beste krijgt minder punten en het derde krijgt het minste punten. Zoals het op het Songfestival, eigenlijk zijn een 12 en een 7 of weet ik veel wat, en een 2. Ik zeg 8, zoiets, hè. Maar dat iedereen zou punten geven. Maar wat doen die mannen? Die stemmen niet voor Comment ça va. Die geven dat geen punten. En maar als jij 4 juryleden hebt die geen punten geven, ja, dat kun je niet inhalen, hè. Dan moeten die anderen allemaal 12 geven. En dan nog, hè. En dat mocht ook gewoon. Die mochten geen punten geven. Ja, dat mocht. Dat mocht, blijkbaar. Die deden dat. Maar die deden dat. Dus en die laten dat zien in beeld, hè. Dus wij zitten daar in de green room en wij zien die rij mensen. En we zien die mannen ostentatief, ze moeten stemmen voor Comment ça va, ostentatief hun armen over elkaar doen. En die geven geen punten. Toen dacht ik al wel, hola, dat loopt hier niet goed af. Ja. Maar hadden die dan iets tegen Comment ça va? Die hadden voor Charles Dumoulin, die waren bevriend met Charles Dumoulin. En Charles had die helemaal zot gemaakt. Net zo goed als dat een BRT had zot gemaakt om te zeggen, nadien dan, die gaat dat niet willen zingen. Maar er is nooit een haar op mijn hoofd die gedacht had, ik ga daar op dat Songfestival niet zingen. Maar ik vraag me dan af, wou de BRT u ook niet met het beste nummer sturen? Zij zijn
ja, leider van die show, ja, ja, konden die niet ingrijpen, want die zien ook dat dat doorgestoken kaart bleek te zijn. Ja, maar ja, die konden dat niet meer. Ja, hè? Dat was allemaal rechtstreeks. Hè? Er was niet te zeggen van was beknippen. Was geen deurwaarder of zo? Of ja, ik heb geen idee van. Want, ja. Maar misschien was dat wel een deurwaarder, maar die kan ook alleen maar zien als die mannen punten geven of geen punten geven. Hè? Dat zagen wij allemaal. Hè? Ja. En ik weet nog, de Jos Boudewijn en zo, die mensen, die waren daar ook. En ik denk zelfs naar Jos Gijzen en zo. En die mensen gaven, zoals dat hoort, het beste nummer krijgt de meeste punten, het minste nummer krijgt de minste. Ja. En het tweede nummer krijgt een Maar ja, als jij de natuurlijk... Maar als nul is een nul natuurlijk. Ja, ja. Maar als dat vier mensen zijn... Dat kun je nooit ophalen. Dat kun je niet ophalen. Dat kun je niet. Weet u eigenlijk waarom dan in eerste instantie de BRT had gezegd voor de finale schakelen we over van publiek naar jury? Ik denk dat zij dat misschien in de hand wilden houden op het einde. Ja, toch dan... Waarschijnlijk, die controle ja, toch wel de controle. Maar of dat de BRT in de slag was met Charles Dumoulin, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Mm-hmm. En dan natuurlijk, ja, we gaan naar het Songfestival. Ik zing dat daar. Ik kom met 3 punten terug, samen met Oostenrijk of zoiets. Dus dat was eigenlijk voor mij zo van... Zie het nu? Ik heb het toch gezegd. Ja, ja. Dat dat op niks trekt, dat dat er niks kan gaan doen. Maar dan werd ik daar ook nog eens een keer op afgemaakt, hè, als ik terugkwam. Hè. De pers, hè. De kwaliteitspers, hè? Want Story heeft mij altijd ongelooflijk gesteund. Dag allemaal, dat kan ik me niet meer herinneren. Bestond dat al? Ja, dat nee, dat was in de 80 dat is opgericht. Joepie was dat dan. Joepie. Joepie, ja. Joepie. Dus dat weet ik niet meer. Maar in elk geval, ja, Story was het enige blad hè, dat er dan was. Ja. Dus in principe... Allee, ja. Want ja, hoe hebt u dan die week in Jeruzalem beleefd? Want oh, dat maar dat was fantastisch. Toen. Hoe was dat? Oh, dat was fantastisch. Heel goed. Wij hebben daar heel, heel goede vrienden gemaakt. De mannen van Oostenrijk waren daar. De mannen van nog een paar andere landen. Dat was echt fantastisch. Wat ging u tegen uw zin? Nee, maar ik was ik daar niet tegen mijn zin. Ik had mij daar op den duur bij neergelegd, ja, hè, voor ik ging. Kon klik maken. Ik kon een gezegd, och, ik heb in de tv-programma's al zo vaak liedjes gezongen die ook niet voor mij waren, maar in het programma pasten. Ah, ga ik dat professioneel doen? Ga ik mijn schoonste kleed aantrekken? Ga ik mijn mooiste make-up doen, mijn haar? En ik ga dat doen zoals een professionele zangeres. En dat heb ik ook gedaan. Dus je hebt nooit gedacht, ik ga niet, ik trek mij terug? Nee, dat ging ook niet. Hè. Ik had een contract getekend. Ja. Ja, ja. Er was in oktober al een contract getekend. Wanneer... Wist u toen u in Israël aankwam al dat Nancy D dan was opgetrommeld? Maar nee, daar wist ik niks van. Wanneer heb je dat ontdekt? Daarna als pas? Als ik terug was. Als je daarna pas. Maar natuurlijk, daarna pas. Ik heb dat nooit geweten. Nooit. En Nancy D heeft ook niet gezegd tegen u in Israël? Nee, natuurlijk niet. Als jij die doet, ik sta klaar. Nee, natuurlijk niet. Want die dacht waarschijnlijk dat er een time, my time has come, hè. Ja, ja. Had ik dat niet gedaan? Iedereen had toch over haar gesproken? Maar ja, was hij dan boos op haar? Maar nee, natuurlijk niet. Ook zij heeft dat moeten doen, hè. Ja, ja. Zij heeft dat ook moeten doen, hè. Die Charles Dumoulin heeft die mensen van de BRT zo zot gemaakt als een deur. Wat dat hij er allemaal tegen gezegd heeft. Mm-hmm. Want dan ja, in Israël... Israël is toen ook gewonnen voor eigen publiek met Halleluja. Ja. Ja. Wat herinnert u zich daar nog van die avond zelf, van die show? Wel, op zich, het was een hele leuke, het was een fantastische show. Hè? Ik bedoel, alles erop en eraan. We werden daar verzorgd tot en met. Dat was ook nog wel in de tijd dat er heel veel spanning was. Want overal waar wij kwamen, was overal militairen met geweer en zo allemaal. Dus in principe op zich was dat een fantastische avond. Hè? En natuurlijk op het moment dat dan de punten worden gegeven, ja... Ik had niks te verwachten, hè. Ik heb het ook niet gekregen. Hè. Dus ik heb niks moeten verwachten. Dus voor mij was dat zo. Dat is natuurlijk dubbel, hè, mannen. Want je weet, het is de eerste en enige keer dat je dat kunt doen. En je staat hier zonder wapens, jawel. Zo hard is het gaan 2 keer. Ja, maar niet na wat er met mij allemaal was gebeurd. Want ik ben jaren persona non grata geweest bij de BRT. Ja, u zegt zelf al, u bent dan eigenlijk zonder wapens naar dat Songfestival getrokken. Dus... Ruim 40 jaar later nu, hoe blikt u nu daarop terug? Een gemiste kans. Okay. Een gemiste kans, want mijn liedje was de sterkte van Soldiers of Love, dat Lilian heeft. Het is eenzelfde soort Comment gedreven... Comment ça va, nee. Dus had ik daarmee kunnen gaan, was ik niet laatste geworden, of voorlaatste. Zeker niet. Daar ben ik 100% zeker van. Dan komen wij terug... En iedereen zegt, ah ja, gaat het dat liedje nu opnemen en uitbrengen op single? Ik zeg, nee. No way. Ik zeg, ik denk er nog niet aan. Succes. En ik zeg, nee, dat is geen succes. Dat is een stom liedje. Ik zeg, ik heb toen gezegd dat ik het niet wilde zingen en ik ga het nog altijd niet zingen. Dus dat was weer zo. Kun je dat voorstellen als de pers dat
Die maken daar natuurlijk iets van. Ze van, wat denkt die wel met een dikke nek en die naar boven gevallen klein zangereske, want die wil dat niet opnemen. Charles Dumoulin ook in alle staten, hè? Dat heeft hem maar zelf opgenomen, hè? Oh. Ja, heeft hem het zelf opgenomen. Maar ja. Dat heeft niemand gedraaid, dat is ook niet verkocht. En ergens versta ik nog altijd niet dat mensen niet begrepen, want er is dan ook op een bepaald moment gezegd, ja, dat was allemaal in kannen en kruiken dat die comment ça va zou zijn. Want de Guy, haar vriend, die heeft die een tekst geschreven. Dan zeg ik, ja, maar die heeft die ook geschreven van hey, nana, alstublieft. Ja. Ja. Maar dat wilden ze niet schrijven, hè? Want dat paste niet in het verhaal, in het zwart maken van mij, de zangeres. Maar u hebt dus niet meer geambieerd om nog eens aan het Songfestival mee te doen, van een preselectie? Nee, echt niet. Ja, ik wil toch nog even kort teruggaan naar Jeruzalem. Ja. Want je hebt nu verteld, ja, ik heb dat daar gezongen en het was gedaan. Maar dat, ja, je bent er toch even geweest. Een heel week, hè. Ja. Hoe waren die repetities? Heel leuk. Recepties? Heeft u dingen bezocht? Bent u naar de klaagmuur geweest? We hebben alles meegedaan. Alles meegedaan. Want, ja, hoe moet ik dat zeggen? Voor mij was daar minder spanning dan voor al die anderen die daar kwamen om te winnen. Mm-hmm. Ik kwam daar alleen maar mijn liedje zingen. Echt, hè? Ik meen dat, hè? Ik ging dat zo goed mogelijk doen. Mm-hmm. Weg ook niet, want het was sowieso de dag nadien dat je naar huis kwam. Het vliegtuig was al geboekt. Maar voor mij was dat die spanning die alle mensen hebben als ze daar naartoe gaan, naar die wedstrijd van, goh, hoe zijn mijn kansen en zo, die was er bij mij totaal niet. Maar je kon zich wel opheppen om bijvoorbeeld repetities zo dat te werken. Maar dat was toch fantastisch. Ja, ik kan me het moeilijk voorstellen. Goh, dat groot podium en al. En die kranen, dat was toen allemaal nog nieuw. Die kranen die er waren en zo allemaal. Ik bedoel, dat was een fantastische belevenis. Plus, je werd daar op handen gedragen. Je had daar een heel comité dat voor u zorgde, die u overal meenamen. Wel ook wel een klein beetje uit veiligheid. Maar ik bedoel, je werd daar ongelooflijk omringd. Elk land had daar wel een persconferentie en zo. Ik denk zelf dat de BRT er ook eentje gemaakt heeft. En dat mijn platenfirma daar stond. Mijn persmap van mij. Ja. Hè, van Michel Mare, met plaatje Comment ça va. Echt? Ik kan je wel voorstellen wat dat de BRT en die Charles Dumoulin. Dus ik moet zeggen, het was ook allemaal van beide kanten een beetje trekken en sleuren. Wie van de BRT was het? Waren er mensen van de BRT mee naar Jeruzalem? Ja. Claude Mondeel was daar mee. Nee, ik zag die niet. Ik hield mij daar eigenlijk een beetje afzijdig van. En was die bewuste componist ook mee, of niet? Ja, maar die heb ik daar ook niet mee. Ja, die liep daar rond, hè. Maar er waren geen spanningen, ruzies of nee, zo? Nee, wij meden elkaar. Wij gingen niet met elkaar. Nee. Maar u sliep wel in hetzelfde hotel? Ja, tuurlijk. En ik weet nog, de dag zelf... Ja, dat waarschijnlijk wel, maar... Ja. Maar ik was daar ook omringd door iemand van de platenfirma. Guy was daar dan bij. Mijn kapper met zijn vriend was daarbij. Dus wij waren ook met een clubje van een man of 6, 7. Dus dat was oké, hè. Ik bedoel, was daar niet alleen, hè. En ik weet nog, de dag van het Songfestival zelf was het verschrikkelijk warm weer. En de helft van al die backings en zo dat daar allemaal was, die hadden allemaal in de zon gelegen en allemaal een zonneslag. Die waren allemaal verbrand. Mijn zangeressen ook, die waren ook verbrand. De vrouw van Charles Dumoulin was er toen bij, die was ook rood verbrand. Allee, ja, bedoel, het was... Gelukkig niet. Ik ben niet in de zon gaan liggen. Was u dan zenuwachtig, zo vlak voor uw optreden? Nee, ik heb nog... Voor mij was die van... Wie was dat nu weer? Van Luxemburg. Hoe heet het? Anne-Marie Davy? Nee, hè? Ja, Frankrijk was Anne-Marie Davy. Het was die van Luxemburg. Ja, ik weet wie bedoel ik. Die was al voor de tweede keer, geloof ik. Die had al dat is Anne-Marie Davy. Ja. Dan is het Anne-Marie Davy. Ja. Enfin, in elk geval... Die, dat er voor de tweede keer was, die moest voor mij optreden. En ik keek naar mijn nagels. Ik dacht, fuck, ik ben er vergeten, de laatste laagste. Dus ik heb aan de studiomeester gevraagd, hou mijn potteken eens vast. En achter het podium heb ik mijn nagels aan het retoucheren geweest. Die man zei, dat is voor mijn memoires. Hij zegt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Iemand zo kalm als ik. Maar ik ben altijd kalm. Welke tv of wat ik ook doe, ik ben nooit zenuwachtig. Dus dat is nu niet specifiek. Maar toch, ik heb toen nog echt, en dat was rooien, hè. Dus het is niet dat je zegt, is dat kleurloos. Als je daarnaast zit, is dat niet erg. Ik heb zo aan het retoucheren geweest. En dat was opgedroogd tegen dat hij op het podium is verschijnen. Ik denk dat degene die voor mij was, die stond daar ook al klaar. En dan was er iemand aan het zingen. Dus, want je werd zo opgelijnd achter het podium. Dus ik heb daar zo mijn nagels nog staan doen. Ja, om maar te zeggen, ik was eigenlijk heel zen. En wie zat er bij u? Want was er een green room, een soort wachtzaal? Ja, maar daar mocht maar één persoon bij zijn en dat was mijn kapper.
Ja, mocht maar één bij kapper? Ja, ja. Je moest op het laatste momentje nog aan mijn haar trillen, hè. Ja, Guy kon daar niks komen doen, hè. Die zat in de zaal, hè. Ja, dat is want, ah ja, dat is ook nog bijna vergeten. Er was wel degelijk heibel met de BRT. Want die wilde Guy niet accrediteren. Oh, echt? En dan zijn wij daartoe gekomen. En dan zijn wij onmiddellijk naar de producent gegaan van de tv daar. En hebben wij dat uitgelegd. En dan heeft hij Guy geaccrediteerd. Oh. Ja. Zo venijn was dat. En waarom wouden die Guy? Ah ja, omdat wij de BRT in hun hemd hadden gezet, hè. Ja, maar hij had wel de tekst geschreven. Ja, ja, tuurlijk. Ja, maar zie je, dat was allemaal zo... Er is zoveel achter de schermen gebeurd dat wij op dat moment niet wisten. Wij wisten alleen waar dat wij voor stonden. En dat is proberen om Henana te disqualificeren omdat het plagiaat was. Ja, ja. Zodoende dat we met Comment ça va konden gaan. En dat was voor ons de kous af. Dat was het. Meer niet. Ja, ja. En die mannen, met Charles waarschijnlijk, die hebben daar zo'n theater gemaakt. Van die gaan niet optreden en dit en dat en zus en zo. Maar dat was, wij wisten dat allemaal niet. Dat hebben wij allemaal maar nadien gehoord. Ja, ja. Nu, ik denk, ja, Micha Maar, de zangeres, die heeft dat heel professioneel afgerond daar op het Songfestival. Maar hoe voelde u zich persoonlijk als mens? Was u gelukkig of was nee, u toch... Nee, ik was doodongelukkig. Ik ben teruggekomen en ik wilde bij alles stoppen. Eigenlijk al... Ik zeg, als dat de wereld is van de showbusiness, als dat zo... Want toen begon dat allemaal duidelijk te worden, wat dat er allemaal... Ik wist dat niet. Ik wist dat echt niet. Dus op het moment dat ik terugkwam, dan kreeg ik dat allemaal te horen. En dan was mijn geloof in iedereen zodanig weg, dat ik zeg tegen Guy, ik zeg... Want ook nog tijdens, voordat we gegaan zijn, met al die pers en zo allemaal, ik mocht van Guy geen kranten meer lezen. Die zegt, nee, hij zegt, je moet ermee stoppen, zegt hij, want je wordt daar ziek van. Want toen was er die social media en zo, nee, hè, dus dat was puur kranten. Hè. Dus die maanden, vanaf het moment dat dat proces en zo begon, las ik geen kranten meer. Ik las niks meer. Hij had het wel allemaal laten bijhouden door een fan, een hele trouwe fan, die dat trouwens allemaal heel mooi heeft bijgehouden. Maar ik mocht dat niet meer lezen. Hij zegt, stop daarmee. Zegt hem, je moet daar niet naar kijken, je moet daar niet naar luisteren. Je moet gewoon je ding doen en je doet dat goed. En je daarop focussen en zo. Maar dat was dan tussen de finale, dat ik wist dat ik naar het Songfestival moest gaan, met dat nummer en de eigenlijke dingen. En dat was daar tussendoor nog wel, ja, er was van alles te doen en optredens en zo allemaal. Hè. Maar dan, als ik teruggekomen ben van het Songfestival, begon dat allemaal heel duidelijk te worden, wat er zich afgespeeld had achter mijn rug allemaal. Ja. En toen zei ik tegen Guy, ik dacht dat iedereen mij graag zag. Echt, hè. Ik was altijd in het idee in de showbusiness dat iedereen mij graag zag. Beetje naïef misschien? Ja, maar ja, ja, 24, ja, 25. En ik had ook nog nooit... Ja, ik had ook nog nooit iets meegemaakt, hè. Iedereen was altijd tof geweest bij mij. Ik had eigenlijk nog nooit geen serieuze tegenslag gehad in mijn carrière. En wanneer is dat dan gekenterd, dat u terug zoiets had van, goh, ik ga toch doorgaan en ik heb nog veel mooie dingen gedaan achteraf. Dus wanneer is die kentering er gekomen, dat geloof? Ja, eigenlijk wel een klein beetje door Guy. Guy heeft mij daar echt doorgesleurd, hè, als mijn partner. En ja, ja, dan op een bepaald moment, ja, dan waren er toch weer andere mogelijkheden. Ja, Hadi Misha begon dan. En dan een paar jaar later heb ik dan op tv dingen gedaan. Stad op Stelten. Er waren wel een aantal mensen. Ja, maar ja, dat was dan wel in de jaren 90. Hè. Dat was, dat ook, Maar ik bedoel maar zo... Hè, want het was uiteindelijk, laten we zeggen, de jaren 80, zal ik maar zeggen, was zogezegd de onmiddellijke periode na dat Songfestival. Ja, 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 ja. En, maar eigenlijk, ja, ik ben dan ook eigenlijk meer achter de schermen beginnen werken, want wij hadden dan ondertussen ons theaterbureau. In 85 ben ik dan begonnen binnen het management van Lux Steno en Claudia Kalu, met Binnenlux Theater. Dus ik had wel, maar dat is ook, als je met iedereen spreekt die in de jaren 80 in de business stond, die zullen allemaal zeggen dat de jaren 80 een heel moeilijke periode was voor de Vlaamse muziek. Heel, heel moeilijk. Maar ja, ik had dan weer het geluk dat ik in Nederland bij Gerrit en Braber terecht ben gekomen. En die is dan een album voor mij gaan schrijven. En zo ben ik altijd wel bezig gebleven. Met wisselend succes natuurlijk, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Je hebt kindermuziek gemaakt, folkmuziek gemaakt. Ja, maar die kindermuziek was naar aanleiding... Nee, is niet waar. Ik had een kindershow in het land. En ik maakte een album met allemaal kinderliedjes. Dat komt bij Bob Davidsen, onkel Bob, terecht. En die zegt, die moet ik hebben, hè, voor mijn volgend programma. Met de Marijn, hè. Marijn de Valk, hè, want die had al een programma bij hem. Met de Marijn, hè, dat gaat schoon zijn, hè. Die kon ik bij hier zetten, hè. En inderdaad, dan hebben wij het zat op stelte gedaan. En die was ook zo, dat was echt, dat was een fantastische man.
heb ik jaren mee gewerkt. Om maar te zeggen, ik had altijd wel mensen die mij dan toch wel graag zagen en die mij dan toch iets gunden. Zoals Boudewijn bij de radio, Onkel Bob bij de televisie. Dan is nadien dingen gekomen, Kwistig met muziek. Rob Burms, die mij weer terug heeft opgehaald om radio met hem te doen. Dus dat zijn allemaal mensen die zijn allemaal heel belangrijk geweest in mijn carrière. Heeft u eigenlijk dat kleed van Israël bijgehouden? Ja, dat heb ik nog. Dat heb ik nog. Ik kan er nog in. Oh. Ja. Amai. Ik kan eerlijk artiest zeggen dat we al gesproken hebben. Nee, ik kan er nog in. Ja, ja, ja. Ja, ja mooi, dat is mooi. Ja, ja, kan er nog en in. Draagt u het soms nog? Nee. Of is dat meer nee, in mode? Dat hangt zo in een blauwe zak, zo, omdat dat houdt naar het schijnt de kleur dat er eventueel zou vervallen, want dat was haute couture. Was dat een bekende ontwerper dat je gemaakt? Dat was een dame uit Roeselare. Ik heb die leren kennen via mijn kapper. Kapper Martin, die was van Roeselare. En zij was couturier. Zij maakte op maat. En ik kende haar door Martin. En die had gezegd, mag ik uw kleed maken? En blauw en dit. En ze had zelfs schoenen in Parijs laten maken met die stof. Die heb ik niet meer. Ja. Die zijn bij Neuverhuis waarschijnlijk... die zullen waarschijnlijk wel niks meer... Dat weet ik niet meer. Die heb ik niet meer. Maar dat kleed heb ik nog altijd. En u zegt dat u er nog in kan, dus heeft het toch wel iets gepast. Ik heb het aangedaan, een paar jaar geleden, een jaar of drie geleden. Want dat hing bij mijn moeder. Dat hing bij mijn moeder in een grote ingemaakte kast, zo, waar geen licht aan kon. Ja. Waar nog een aantal van mijn lange kleren van in die periode hangen. En op een bepaald moment zegt mijn moeke, zegt ze, mannen, ik ga waarschijnlijk naar een home. Misschien moeten we toch maar beginnen van het huis wat leeg te maken. En ze zegt, Alda, zegt ze, ik heet Alda. Alda, er hangen nog heel veel kleren van u. Ik zeg, ja, dat is juist, daar hangen. En dan ben ik samen met mijn nichtje, zijn wij naar daar gegaan. En die zei, oh tante, zei ze, dat is mooi, en dat is mooi. En ik zeg, ja, allez, doe dat nog eens aan. En ik denk, joh, ik zeg, daar kan ik niet meer in. Ja, maar doe het toch eens aan. En ik kom daar nog in. Ik was zo verbaasd, dat ik denk, allee. Ja, ja. Dat is een compliment natuurlijk. Ja, maar ja. Ja, maar ik was toen wel op... Ik ben nog nooit zo mager geweest als toen, het Songfestival. Ik was graadmager. Maar u was toen blijkbaar even... Ja, blijkbaar wel, ja, ja, ja. Ik ben ondertussen wel een paar kilo verdikt, dus ik denk niet dat ik er nu nog in kan. Maar in elk geval toen wel. Ja. Wat ik me ook nog afvraag, dus ja, u vindt Hey Nana geen geweldig lied, als ik het zacht mag uitdrukken. Nee. U hebt het niet opgenomen. Nee. Weet u hoe vaak u het nog hebt gezongen sinds dat Songfestival? Ik heb het gezongen bij Houden Van, een stukje. En een stukje in Van Geels en Gasten. Ja, ja. Maar ook maar een stukje. Maar een stukje. Dat is dus als u nu gevraagd wordt, wilt u morgen Hey Nana komen zingen volledig, dan zegt u nee, dat doe ik niet. Nee. Je moet consequent zijn. Alhoewel dat ik nadien nog wel liedjes heb gezongen die niet direct met een meug was. Mm-hmm. Dat ik dat toch gedaan heb en zo professioneel mogelijk. Maar dit, dat staat niet op zich. Dat is voor mij geen liedje niet meer. Dat is een heel drama. Een heel historie, dat je zegt, een heel historie is dat. Dat is geen liedje meer. Maar u heeft het dus, ja, in 2017 zat u toen in de uitzending van het Songfestival, toen Blanche volgens mij deelnam in Kiev, denk ik. Ja. Dan heeft Miguel Wiels u begeleid op piano. Waarom heeft u het dan wel gedaan? En vond u het ook niet een beetje vreemd dat u uitgerekend met de BRT, dat daar nog een keer moest uitleggen allemaal hoe dat dan verlopen is? Ik weet dat niet. Ik denk, men zoekt altijd wel iemand om er een keer over te babbelen. Het was in elk geval afgesproken. Ja, dat dacht ik ook. Ja, het was in elk geval afgesproken, want we hebben op de repetitie hebben we even een toon uit. Ja. Want ja, ik heb dat nooit meer gezongen. Ik kende die tekst niet meer. Ik dacht, oh, fuck, hoe gaat dat nu weer? Zo nog eens gauw opgeschreven thuis. En ik zeg, ja, zo gaat dat. En dan, ja, dus dat was eigenlijk, dat is doorgestoken kaart eigenlijk, als alles is. Hè. Waarom moet je dan wel zingen? Want het was op primetime televisie, dus dat was ook... Ja, maar dat had ook te maken met een soort afsluiten. Ja? Het was ook zo'n soort afsluiten. Want nu gaat daar niemand nog... Ja, jullie nu... Maar dat heeft niks te maken met Henana. Die podcast heeft te maken met Songfestival op zich. Uh-huh. He, dus dat is anders. He. Dus ik veronderstel dat dat nu voor mij afgesloten is. Ik denk daar ook nooit meer aan. En bij Houden Van was dat ook maar een stukje in de medley, hè? En hoe vaak brengt u Command Savanne op een optreden? Nooit. Ook niet meer? Nee. Mijn dagboek. Ook niet. Want Command Savanne, daar houdt u zo van. Ja, ja, maar ik zeg het, dat is allemaal zo... Al die liedjes van toen zijn... Daar denk ik niks meer van, nee. Oh, dat vind ik wel jammer eigenlijk. Ja, daar denk ik niks meer van. Maar niemand kent dat, hè?
de fans van Eurosong kennen het wel. Ja, ja. Als u nu gevraagd wordt van, wilt u Comme on s'en va komen zingen, zou u dan niet aan? Maar ik heb daar geen... Ja, maar jullie vergeten één ding, en dat is, wat zijn de meeste optredens nu? Dat is live on tape. Mm-hmm. Tape. Ik heb daar geen tape van zonder zang. Ah, ja. We hebben het over de jaren 70, mannen. Ja, ja. Allee, ja. Na 80. Het wordt moeilijk om het te hebben. Daar geen, ik heb daar geen orkestband van, ik kan dat niet zeggen. Dan staat mijn stem daarop. En die stem klinkt helemaal anders nu dan toen. Ik denk trouwens ook, dat was ook nog zo de periode dat mensen allemaal hoog zongen. Hè? Dus ja, dat ook allemaal veel te hoog. Veel te hoog. Maar je hebt gelukkig genoeg andere nummers om te kiezen, zat, natuurlijk. Zat, ja. Zat. Liedjes zat. Nog één vraagje. Mm-hmm. Ik vroeg het mij gewoon af, u heet Alda, u zei het zelf al. Waar komt Misha Mara dan eigenlijk van? Ook weer mijn manager, hè. Ah, ja. Die was toen heel verstandig. En die zei, we gaan voor jou een artiestennaam zoeken. En dan zeg ik, waarom is Alda niet goed? Ja, maar ja, Alda Leppes, dat klinkt niet, dat bekt niet om van een artiest. Hè? Hier is Alda Leppes, nee, dat bekt niet. En toen, in die periode, was het ook de gewoonte dat mensen een artiestennaam hadden. Ondanks het feit dat Mark Dex, Marcel Dex heet, anders geschreven. Ja, die heet Marcel Dex. Er zijn nog wel een paar mensen die hun eigen hebben. Louis Neefs, dat is zijn naam. Er zijn er wel een aantal, maar de meeste hadden allemaal in die periode Joe Harris. Hè? Noem maar op, die hadden allemaal een artiestennaam. Hè? Zelfs Nicole Josy en Hugo Segal. Mm-hmm. Dus dat was zo. Voor- en achternaam. Ja. Maar hij zei ook tegen mij, want dat was een hele verstandige man, en hij zegt, bovendien zegt hem, psychologisch is dat ook beter. Waarom? Ja, zegt hem, je kunt meer afstand nemen. Dat is een andere persoon, dat is een alter ego. Hij zegt, als je een lange carrière hebt, zult je nog heel vaak tegenwind krijgen en oppositie krijgen en roddels en babbels en leugens. Hij zegt, en als je dan kunt zeggen, ja, maar dat is Misha Mara, dat gaat niet over Alda Leppes. Hij zegt, je gaat mij daar nog dankbaar voor zijn. En hij heeft gelijk. Ja, eigenlijk wel. Hij heeft gelijk. Dat is inderdaad, als iemand iets zegt van Alda, iets dat mij raakt, dat raakt mij. Maar als dat gaat over Misha Mara, is dat meer afstandelijk. Dus hij had daar gelijk in. En heeft hij dan ook Misha Mara als naam? Ja, het is te zeggen, wij hadden dat dan samen wat in elkaar gestoken. En dan heeft de plaatselijke katern van Turnhout, van de Gazette van Antwerpen, toen was dat nog geschreven door de voormalige burgemeester van Turnhout, Marcel Hendricks, dat was een journalist. Die heeft daar toen, en de kennis ook van Van Erik, die heeft daar toen een wedstrijd van gemaakt en een foto van mij erbij. Want ik was al wel zo klein beetje met mijn bandje en zo. Ik had al op veel plaatsen zo wat bals gezongen, hè. Of op mijn 15. Ja, ja. En die zegt, we gaan de mensen laten meekiezen. Wie wordt Alda Leppes? Of wie wordt Alda? Ah, ja. En dan hadden we daar zo'n aantal namen gezet. En mensen mochten dan ook nog met gele briefkaarten, mochten dan andere suggesties doen. En wij hadden bij een paar namen, maar we hadden ook Misha. En dat vond ik leuk, omdat het is eigenlijk een jongensnaam, Misha. Ja. Hè? Een Russische van Michael. Hè? En Mara, dat is een oud-Germaans woord en dat betekent strijdros. Dus er zit iets achter. Hè? Ja. Dus Misha, Mara. En dat vond dat persoonlijk het beste. En uiteindelijk werd dat door de mensen ook het meest aangedragen. Want Van Erik denkt nog altijd dat ik al die kaarten geschreven heb. Maar ik zeg, maar van Charles heb ik die niet geschreven. Hij zegt, had ik nou graag Misha Mara gehad, had ik toch Misha... Maar hij plaagde mij graag. Hè. Ik zeg, heb ik geen geel beeldkaart geschreven van mijn naam? Ik zeg, dat was dan niet nodig. Maar ja, dat plaagde hij mij dan mee. Dus ja, en zo is dat eigenlijk gekomen. Want ik weet nog, mijn platenproducer, dus Van Rijmenand, toen we daar dan naartoe gingen, dan zei ik, kijk, voilà, we hebben nu een naam en dit en dat. Dan zei hij, Misha Mara, dat is precies een slangenbezweerster. Hij vond dat een vreselijke naam. Dat klinkt gelijk een slangenbezweerster, zei hij. Maar ja, Van Erik was mijn manager. Dus die, en ik had toch wel iets mee in te zeggen. Dus voilà, daar komt Misha Mara van. Wel, ja, Jonathan en ik zijn wel heel benieuwd waar Misha Mara nu momenteel eigenlijk mee bezig is. Wel, ja, in eerste instantie maak ik terug platen. He, dus ik heb lange jaren management gedaan van andere artiesten. Ik heb dan, zoals gezegd, kindershows gedaan. Ik heb in de Soundmix gezeten, waar ik een aantal artiesten, onder andere Frank Galan, heb uitgepuurd. Dus er zijn wel wat dingen. En dan ben ik vooral binnen de platenfirma met de uitgeverij bezig geweest, met het management, met de promotie van onze artiesten. En
ik had zo geen tijd meer om te zingen. Hè. Dan gaat dat nog met mijn Ierse albums, ja, hè, ja, die ik gemaakt heb. Dat deed ik echt omdat ik daar zo'n leuke muziek vond. Ik had een band en we gingen optreden en zo. We deden wat festivals. Heel leuk. Maar ik wist dat dat nergens naartoe kon gaan. Omdat dat zoals... je wilt dat doen omdat je dat zelf leuk vindt. Ja. Maar daar is geen grote markt voor. Hè. En je heeft ook nog eens aan Drakim opgetreden in de Soul Divas. Ja, daarna. Dus dat liep zo nog wat samen. Ja. Samen in eerste instantie met Alana Dante. Die ooit ook nog meegedaan heeft aan de preselectie. 99. Ja, 99. Maar die Sandra en zei, dat klikt absoluut. Nee, dus ja, die is dan gestopt. Affie is dan in de plaats gekomen. En dan is Affie in de plaats gekomen, die meegedaan heeft aan Star Academy. En ook aan Eurosong, ja, in 2006. Ja. Is dat echt? Ja, dat weet ik niet meer. Not Beautiful. Ah ja, dat is juist, ja. Dus in elk geval, en dat hebben wij wel samen met een MG-band, een fantastische band, met blazers en met backings en zo, hebben wij toch wel een jaar of, denk 5, 6... Ja. Ook festivals gedaan en zo. Onder andere Rimpelrock en al die dingen hebben wij gedaan. Dat was heel leuk. Maar ja, ook dat blijft allemaal niet duren. Dat heeft zijn tijd. Mm-hmm. En dan ben ik in 2011 gestopt. Heb ik mijn zaak verkocht binnen Lux Theater. En Guy en ik, we waren nog partners in de zaak, hebben de zaak verkocht. En dan zeg ik, ja, wat ga ik nu doen? Hè? Want dat was een meer dan fulltime job. Hè? Dat was 24/7, hè. Denk, ja, wat ga ik nu doen? Hè? Ja, ik had dan al lang geen platen meer gemaakt. Denk, ja, misschien... En ik was ondertussen al wel met Connie Neefs begonnen aan een theaterprogramma voor de senioren in de namiddag. En dat heet Lang zullen we leven. En dat gaat over wat mensen allemaal meemaken in een leven van 0 tot 100 jaar. En dat is met anekdotes, met liedjes, met achtergrondprojectie. Dat is heel, heel leuk. De mensen vinden dat allemaal fantastisch, omdat dat zo herkenbaar is. Iedereen herkent wat wij zeggen en doen. En de liedjes. En dan zei ik tegen Connie, ik zeg, ja, nu is er MenTV, zouden we eens niet een plaatje maken? En we hebben dan aan Bart Herman gevraagd, Bart, kun je eens niet een liedje schrijven over hoe mensen zoals wij in het leven staan? Wat is ons medicijn? Ah, voor ons is dat de muziek. En dan heeft hij Supermedicijn geschreven. We hebben daar een clip van gemaakt. En dan heeft Mark Hallé op een bepaald moment aan mij gevraagd, zeg, Misha, zie je dan niet zitten om eventueel die Hadi Misha een tv-versie van te maken? Ik zeg, ja, maar ja, dat was met publiek en dat was in... Ja, maar ja, we kunnen dat toch wel... En dan hebben we zo een paar keer samengezeten en dan hebben we een Hadi Misha gemaakt. We gaan nu naar het vierde seizoen. Voor MenTV. Voor MenTV, hè. Ja. Dus en daarom ben ik nu elke week op Ment met mijn programma. En ondertussen ben ik blijven platen maken. Dus ik heb dan na Supermedicijn heb ik samen met de rapper heb ik een liedje gemaakt. En dan heb ik Jij gemaakt en heb ik Liefdesliedjes gemaakt. En heb ik met de Schotse... Music. Goh, wie heet dat nu? met de Schotse band van 100 mensen hebben we dan in het Sportpaleis opgetreden. En hebben een plaat gemaakt. En ja, en nu ben ik aan het... En dan is Turks Fruit is dan gekomen voor de zomer. Ja, en zo blijf Volop ik... Volop bezig eigenlijk. Ja, ik blijf platen maken om aanwezig te blijven, hè. Het is niet meer om te zeggen, ik ga hier nu een platencarrière maken, maar het komt in de ultratop en het komt redelijk hoog. En ik blijf er een aantal weken in en dat geeft toch weer meer optredens en zo. En dus ik ben eigenlijk nu terug fulltime zangeres. Hè. Okay. En ik doe mijn eigen management, ik doe mijn eigen dingen. En dat is leuk, hè. Music Show Scotland. Aha, dat was het. Dat was het. Ik denk, allee, kan ik daar nu niet opkomen? In dat geval denk ik dat wij u nog heel veel succes kunnen wensen. Met de volgende 50 jaar van uw zangcarrière. Oh, dat denk ik ook wel. Ja, dat zal wel, ja. We willen u heel graag bedanken voor uw tijd. Ja, graag gedaan. Heel veel bijgeleerd over uw deelname en alles daaromheen. En, het is misschien allemaal wel wat uitgebreid. En... Maar dat wouden we ook net, om te weten wat daar nu net gebeurd is. Ja. Omdat er zoveel verteld en geschreven wordt over zo'n deelname. Maar wie heeft het meegemaakt? U en niet wij. Maar het is wel zo, en dat is misschien een mooi orgelpunt, en dat is, het was een ongelooflijke belevenis, het Songfestival zelf. Als ik alleen de positieve dingen eruit haal, dan zeg ik, ja, het was toch wel de moeite om het te doen. Voilà. Laten we het daarop houden dan voor nu. Dank je wel voor uw tijd. Graag gedaan.